Stel je voor dat je een babyolifantje bent die leeft diep in een Aziatisch regenwoud of op de Afrikaanse savanne. Je bent omringd door zorgzame olifanten die je altijd een veilig gevoel geven. Er zijn dagen dat je lange afstanden moet afleggen op zoek naar water, maar je wordt altijd ondersteund door de geduldige kudde die je altijd aanmoedigen. Er is oneindig veel tijd om te knuffelen, te eten, te ontdekken en jezelf te ontwikkelen. En het beste van alles is dat er oneindig veel tijd is om te spelen, want niemand lijkt daar genoeg van te krijgen. Je bent nieuwsgierig, avontuurlijk en je geniet volop van het contact met je soortgenoten. Zelfs met leden van andere kuddes. Zoals iedereen die je kent, heb je een diep respect voor je oma, de matriarch. Haar wijsheid en zorg speelt een centrale rol in jouw leven. Je respecteert ook de oudere bullen, omdat ze je altijd van alles leren, je de weg wijzen en je laten zien dat er een betere manier is. Wanneer er een dreiging is, word je onmiddellijk omringd door op zijn minst 3 slurven die je een veilig gevoel geven. Dit is jouw wereld. Dit maakt jou een olifant. Stel je nu voor dat deze wereld, waar je zoveel van houdt, waar je je zo vertrouwd voelt, wordt vernietigd. Bomen worden door grote machines gekapt, er worden dammen gebouwd en plots slingeren er wegen over wat ooit jouw grasveldje was. De wegen brengen vervuiling en lawaai en de rivieren die ooit jouw dorst lesten zijn nu ontoegankelijk. Je bent geïsoleerd geraakt van andere kuddes. Plotseling is er een enorm lawaai. Er is chaos, paniek, verwarring. En dan wordt alles donker. Je beseft het nog niet, maar je bent gevangen genomen. Weggerukt van jouw familie en vertrouwde leefomgeving. Een wazig licht. Je wordt wakker in een betonnen hok. Omringd door staal, lawaai, geweld. En dan zie je een aantal andere babyolifantjes met diezelfde doodsbange blik in hun ogen. Alles wat jou een olifant maakt, is weggenomen. Het breken van deze banden is traumatisch voor zowel de babyolifantjes als de resterende kuddes. En laat de littekens achter die wel generaties kunnen duren. Ik heb ooit een olifant in Thailand gezien met een gebroken been. Met 4 toeristen op zijn rug. Ik heb olifanten gezien die net uit het wild waren gehaald en hun lichamen vol met verse wonden. Houten pinnen achter hun oren zodat ze zich niet kunnen bewegen. Hun ziel gebroken. Alles wat er over is, is een omhulsel van een olifant. Het accepteren van olifanten in gevangenschap, accepteren we hun psychologische uitsterving. In 2012 vond de organisatie Traffic 80 olifanten in toeristische kampen in Thailand die illegaal uit het wild waren gehaald. Sinds 2012 heeft Zimbabwe 109 babyolifantjes verkocht aan dierentuinen in China die legaal uit het wild waren gehaald. Dit is een gigantisch probleem, maar helaas maar een van de vele problemen waar olifanten mee te maken hebben. In het verleden vonden we olifanten over de hele wereld, zelfs op eilanden in de Middellandse Zee. Maar hun leefgebied gaat hem een alarmerend tempo achteruit. Naar schatting leven er nog 40.000 Aziatische olifanten in het wild. En een derde van de Aziatische olifanten leeft nu in gevangenschap. In wezen alle olifanten wereldwijd leven in door mensen geclaimde gebieden. De afgelopen 7 jaar zijn er 144.000 Afrikaanse olifanten gedood. Een derde van de populatie, omdat het snel geld oplevert en omdat we hun leefgebied in beslag nemen. Hierdoor worden olifanten gedwongen om buiten beschermde gebieden op zoek naar water en voedsel te gaan. Mijn onderzoek in Thailand toonde aan dat 50% van de mensen die bij wilde olifanten in de buurt wonen in de afgelopen 2 jaar schade van olifanten te hebben ondervonden. Schade aan gewassen, materiële schade, verwondingen en soms de dood. Maar het gebrek aan leefbare ruimte voor deze prachtige zachtaardige dieren
Zorg ervoor dat we straks geen enkele plek meer op deze wereld hebben waar olifanten echt olifant kunnen zijn. Ik verloor mijn hart aan olifant in 2002, toen ik het geluk had om voor een baby weesolifantje te mogen zorgen. Ik was dag en nacht bezig met het bereiden van flessen melk. Ik nam hem mee naar een meertje waar we in het water speelden. En op een nacht viel hij met zijn hoofd op mijn schoot in slaap, zijn kleine slurfje opgerold, 's nachts zacht snurkend geluid. Maar ik bleef denken aan dat andere olifantje wat ik net was tegengekomen, bedelend in een van de drukste uitgangsstraten van Bangkok. Terug thuis aangekomen kreeg ik het nieuws te horen dat het babyolifantje waar ik voor gezorgd had, was gedood door mensen met belang in die uitbuitende vorm van toerisme. Ik moest iets doen. Het is nu 17 jaar later en ik woon nu in de Afrikaanse bush, omringd door olifanten. En mijn passie voor olifantenbescherming is diep geworteld. Wat begon als een droom om met twee olifanten een avontuurlijke tocht naar vrijheid te maken, is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met projecten op 3 continenten. Ik heb veel tijd mogen besteden met het observeren van olifanten in het wild. En ze blijven me verbazen. Hun speelsheid, hun wijsheid. Er kwam ooit, toen ik in een open voertuig zat, een enorme bul op me aflopen. Heel rustig brak hij zijn gigantische slagtanden tot vlakbij me en ik voelde zijn langzame adem op mijn gezicht. Het was een magisch moment dat we elkaar in de ogen staarden. En het voelde als een enorme bevestiging. Dit is mijn missie. Maar hoe meer tijd ik heb doorgebracht met het observeren van olifanten in het wild, en hoe meer ik over hen leer, hoe sterker ik voel dat wat we hen aandoen gewoonweg onacceptabel is. Mensen vragen me vaak, hoe komt het toch dat je zoveel ellende hebt gezien en zoveel natuurvernietiging, dat je nog steeds zo optimistisch bent? Nou, ik denk dat we met frustratie en boosheid niet ver komen. Optimisme is van essentieel belang, willen we het uitsterven van deze vele soorten op aarde voorkomen. We moeten medeleven, tolerantie en inclusiviteit koesteren, willen we deze aarde, waar we allemaal afhankelijk van zijn, kunnen beschermen. In het verleden zorgden toenemende menselijke activiteiten ervoor dat olifanten zich terugtrokken naar meer afgelegen gebieden. Dit is een optie die nu nog maar weinig olifanten hebben. De concurrentie om leefruimte en voedsel zorgt voor mens-olifant conflicten op vele plekken in Afrika en Azië. Het merendeel van deze conflictgebieden hebben mensen het ook zwaar. Ze hebben te maken met armoede, ongelijkheid, corruptie. Mijn onderzoek in Thailand toonde aan dat mensen die afhankelijk zijn van de oogst en mensen met lagere inkomsten een veel negatievere houding ten opzichte van olifanten hebben. Ze verjagen olifanten door vuur te gebruiken, vuurwerk, voertuigen en soms ook met geweren. Maar olifanten worden vergiftigd, beschoten, onder stroom gezet en soms zelf in brand gestoken. Toen we onze projecten begonnen om mens-olifantconflicten te verminderen, richtten we ons voornamelijk op het ecologische systeem. Herbebossing, het aanplatten van corridors, het redden van individuele olifanten. Maar pas toen we ons op het sociale systeem gingen richten, zagen we verandering. Als PhD-onderzoeker onderzoek ik wat olifanten voor mensen betekenen, wat hun waarde is voor de samenleving en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om mensen te overtuigen dat olifanten in het wild en in leven om zoveel verschillende redenen waardevol zijn. Onze kennis over de intelligentie en het bewustzijn van olifanten en onze morele waardes zijn de afgelopen jaren enorm ontwikkeld of veranderd. Maar onze wetgeving, het economisch gebruik van olifanten en ons gedrag zijn hetzelfde gebleven. We voorkomen de uitbuiting van kinderen, slaven of andere weerloze wezens. Maar in het kader van wereldwijde waardesystemen verdienen olifanten dezelfde bescherming. Want willen we het uitsterven van olifanten voorkomen, dan moeten we hun volledige waardes overzien. Financieel, maar ook in de culturele, sociale en spirituele context. Het is overduidelijk dat olifanten enorm financiële waarde hebben.
Toerisme, stroperij, jacht, dat zijn de topverdieners. Maar daarnaast is er een enorme spin-off aan andere industrieën, zoals infrastructuur, horeca, marketing, gidsen, NGO's, antistroperij, wetgeving, administratie, olifantenkunst. Maar een prijskaartje aan olifanten hangen, de huidige uitbuitende manier, is zoals een pleister plakken op een gapende wond. Willen we de olifantenbescherming op een holistische manier aanpakken en op een manier die is in lijn met de Sustainable Development Goals, moeten we hun volledige waardes overzien en verder kijken dan prijskaartjes. Olifanten zijn sleutelsoorten in de ecosystemen waar ze onderdeel van zijn. Ze onderhouden graslanden, verspreiden zaden, vinden water. Allemaal van essentieel belang voor vele andere soorten. Olifantenmest bevat voedingsstoffen die belangrijk zijn voor kikkers, hagedissen en andere dieren. Sommige boomsoorten zijn geheel van olifanten afhankelijk voor de verspreiding van hun zaden. En olifanten verspreiden zaden tot wel 65 kilometer ver. Dankzij olifanten worden gebieden beschermd, uitgebreid en aan elkaar verbonden. En dan is er de connectie die we met olifanten voelen. Het plezier en het geluk om te weten dat deze prachtige, gigantische dieren nog steeds op onze aarde rondlopen. Olifanten dragen bij aan ons geluk, aan ons welzijn, door al die verhalen die we over olifanten herinneren. Olifantenkerkhoven, hun indrukwekkende geheugen, hun intelligentie. We hoeven olifanten niet eens te zien om te kunnen genieten van hun bestaanswaarde. In Afrikaanse fabels worden olifanten gezien als wijze leiders die conflicten oplossen tussen bosdieren. In het Hindoeïsme en Boeddhisme symboliseren olifanten wijsheid en kracht. Olifanten worden gezien als een nationaal erfgoed, het symbool van Afrika, Thailands nationaal dier. Tot slot vind ik dat we moeten accepteren dat olifanten en de rest van flora en fauna op deze aarde op zichzelf waardevol zijn. Dat ze intrinsieke waarde hebben, onafhankelijk van hun relatie tot ons. En als we accepteren dat de natuur rechten heeft, dan hebben wij als mensen een verantwoordelijkheid. Dus hoe vergroten we de kans op een betere toekomst voor onze olifanten? Hoe overtuigen we beleidsmakers dat olifanten om zoveel redenen waardevol zijn en dat er nu actie moet ondernemen om hun toekomst te verbeteren? Verandering zal niet plaatsvinden tenzij we erin slagen het ecologische en het sociale systeem met elkaar te integreren. We hebben olifantenbeschermingsstrategieën nodig die bijdragen aan het welzijn van olifanten en mensen met oog op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en empowerment. Eén ding wat ik geleerd heb van het werken van binnen verschillende culturen is dat het van essentieel belang is om de waardes van olifanten, van de mensen die met hem wonen, in dat soort strategieën te betrekken. Dit is weergegeven in het gemeenschapsprojecten die we de afgelopen 12 jaar hebben ontwikkeld. Ze bestaan uit 3 paden die met elkaar verbonden zijn en zijn gebaseerd in een co-management structuur. Ecologie, maatschappelijke betrokkenheid en de voordelen van leven met olifanten. Door deze 3 paden te implementeren, draagt dat bij aan duurzaamheid, zelfredzaamheid en partnerschap, waardoor de kans op stroperij, natuurvernietiging en uitbuiting wordt voorkomen. Het eerste pad betreft maatschappelijke betrokkenheid. Onze projecten beginnen vaak met de vraag of mensen daadwerkelijk met olifanten willen wonen. Rangers en boeren, partijen die vaak met elkaar in conflict liggen, werken samen aan een gedeelde visie voor de toekomst. En uiteindelijk blijkt dat iedereen hetzelfde wil. Daarna vindt er een creatieve discussie plaats van wat er moet gebeuren om die visie te realiseren, waarbij iedereen inspraak heeft. Dit traject draagt bij aan partnerschap en ook aan vriendschap. En ik heb gezien binnen dit soort projecten, als mensen zelf actie ondernemen om hun situatie te veranderen, er verbazingwekkende dingen kunnen gebeuren. Het tweede pad, het is uiteraard van vitaal belang dat we het leefgebied van olifanten beschermen en uitbreiden en dat we het verlies aan biodiversiteit voorkomen. Maar als dit soort projecten
worden ontwikkeld door een traject van maatschappelijke betrokkenheid, draagt het bij aan werkgelegenheid, educatie, trots en gemeenschapszin. Het derde pad zijn de voordelen van met olifanten wonen. Onze projecten zijn niet altijd gelukt, maar na 12 jaar zien we nu dat mensen zelf actie ondernemen om olifanten en hun leefgebied te beschermen. Mijn onderzoek in Thailand toonde aan dat als mensen voordelen van olifanten ondervinden, zij veel toleranter zijn. En die voordelen hoeven niet altijd financieel te zijn. Mensen verwelkomen vrijwilligers die willen bijdragen aan de bescherming van olifanten. Ze zetten een homestay-project op. Ze gebruiken bijenkorven om olifanten uit plantages te weren, omdat olifanten bang zijn van bijen. En zo krijgen ze ook inkomsten door de verkoop van honing. Vrouwen leren nieuwe vaardigheden. Sociale cohesie wordt nieuw leven ingeblazen. Terug nu naar dat babyolifantje in het wild, omringd door zijn zorgzame kudde. Stel je nu voor dat zijn leefgebied is beschermd, bloeiend en vol leven is. Gemeenschappen hebben hun eigen middelen in handen om hun manier van het leven met olifanten te beheren. Ze verbouwen gewassen waar olifanten niet van houden. En ze gebruiken die vriendelijke manieren om olifanten uit plantages te weren. En als olifanten schade veroorzaken, voelen ze zich door de voordelen van olifanten gecompenseerd. Ze verwelkomen toeristen die geïnteresseerd zijn in het zien van wilde olifanten, maar ook om deze unieke kunst van leven met olifanten mee te maken. Ze zien het belang van olifantenbescherming, omdat het hele systeem afhankelijk is van olifanten. Met respect voor de waardigheid en de rechten van het individu, de gemeenschap en voor olifanten. Mensen zijn trots om met olifanten te wonen en respecteren hun behoefte aan ruimte, omdat de mensen zelf gerespecteerd zijn. Ik zie olifantenkuddes vaak als een metafoor voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving met empathie en mededogen. Een samenleving waarin vreemden worden verwelkomd, ouderen worden gerespecteerd en middelen zorgvuldig worden gebruikt. Waarden die meer en meer afwezig zijn in onze eigen competitieve samenleving. We moeten onze manier van denken veranderen. In plaats van een prijskaartje aan de natuur te hangen, moeten we onze connectie ermee herstellen. De kracht en schoonheid ervan erkennen. Het onvermijdelijke feit erkennen dat we allemaal deel uitmaken van een wereld vol connecties. Uiteindelijk zijn mensen, dieren en planten allemaal één. Door de rechten van olifanten te erkennen en hun volledige waarde voor de samenleving, dragen olifanten bij aan een betere wereld. Dank u wel.